woningbrand in Nijmegen, spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond eindelijk aangepakt en nog één week tot de verkiezingen. De brandweer is dinsdag met meerdere wagens uitgerukt voor een brand in een woning aan de Leemptstraat in Nijmegen. Eén persoon moest ter plaatse worden nagekeken wegens het inademen van rook. Rond 22:50 rukte de brandweer uit voor een woningbrand aan de Leemptstraat in Nijmegen. Vrij snel na aankomst van de brandweer is er opgeschaald naar middelbrand. De brandweer schaalt op naar middelbrand als er sprake is van slachtoffers of om meer personeel ter plaatse te krijgen. De brand is ontstaan in de kelder van het pand. Hierna is de rook omhoog getrokken het pand in. De brandweer heeft het pand ontruimd en de naastgelegen panden ook. De brand is waarschijnlijk ontstaan door werkzaamheden. Uit voorzorg is een ambulance ter plaatse gekomen om eventuele slachtoffers te controleren. De brand is geblust, er zijn voor de rest geen slachtoffers gevallen. Nadat het sein brandmeester is afgegeven, is de brandweer het pand gaan ventileren. Alle bewoners zijn door de politie en de officier van dienst van de brandweer ingelicht over wat er verder gaat gebeuren. Stichting Salvage komt ter plaatse om de schade op te nemen. Het ziet ernaar uit dat volgend jaar eindelijk de Maaslijn wordt aangepakt. De spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. De provinciale staten van Limburg zijn bereid om extra kosten van 145 miljoen euro te betalen. Treinreizigers kunnen niet wachten op een betere verbinding. De lijn tussen Roermond en Nijmegen moet nog gemoderniseerd worden, omdat veel treinen op het traject vertraging hebben. Het spoor wordt gedeeltelijk verdubbeld en er gaan elektrische treinen rijden in plaats van dieseltreinen. De familie Schouten van de HEMA in Wijchen heeft de Gouden Schep ontvangen. De Gouden Schep is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Wijchense VVD aan één of meerdere ondernemers die in breedste zin van het woord bouwen aan Wijchen. De familie Schouten ontvangt de prijs vanwege hun inzet in de afgelopen jaren voor de Wijchense detailhandel. In 2009 is Rolf Schouten ook al eens uitgeroepen tot Wijchense ondernemer van het jaar. Ook heeft de familie Schouten al 3 keer de prijs Beste HEMA van Nederland ontvangen. En vanaf vandaag is het Wereldmuseum in Bergendal, voorheen het Afrika Museum, gratis te bezoeken. Dat geldt voor de komende 2 weken tot en met zondag 26 november. Het museumbestuur heeft hiertoe besloten nadat bekend werd dat het huurcontract niet wordt verlengd en het museum dus zal moeten sluiten. Door de entree nu gratis te maken kan iedereen die dat wil nog even afscheid nemen. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe locatie in de regio in een hoop dat het Wereldmuseum weer snel heropend kan worden. Ja, ze komen er nu toch echt aan. De Tweede Kamerverkiezingen. Wekelijks gaan we de straat op met een actueel thema rondom de verkiezingen. Zo ook vandaag. Slechts 1 week voordat het zover is. Wie verwachten wij dat binnenkort ons land gaat besturen? En als we zelf 1 dag premier zouden zijn, welke problemen zouden we dan als eerste aanpakken? We vroegen het vanmiddag op de markt inzetten. De verkiezingen zijn volgende week al. Stel je voor, u was minister-president. Wat zou u dan als eerst veranderen? Ja, meer vrije tijd. Maar even serieus, gezondheidszorg, dat vind ik echt op nummer 1 staan. Afgelopen 12 jaar is alles gesloopt door Rutte. En ja, we hopen dat toch een beetje te kunnen herstellen. Dat er meer huizen zijn voor mensen. Beter te kopen en de huizen beter geïsoleerd zijn. In ieder geval in eerste instantie de asielbeleid. En zorgen voor meer woningen voor de Nederlanders. Ik zou beginnen bij het onderwijs. Wat ik als eerste zou doen, dat was dan toch wel iets aan de woningmarkt doen. Daar zou ik het eerste wat aan doen. Dus ik zou de woningcoöperaties een hoop geld geven dat er sneller gebouwd kon worden. Dat is het eerste wat ik zou doen. En wie denkt u dat minister-president gaat worden? Ik hoop Mona Keizer. Van de BBB? Ja, van de BBB. Ja, ik denk dat Pieter Omtzigt het uiteindelijk best wel zou kunnen gaan doen. Maar... Zou u daar tevreden mee zijn? Ja, je hoort ook wel dat mensen zeggen van hij kan beter gewoon in de Kamer blijven. En dat denk ik ook wel. Meneer Timmermans. Dat zou u ook, dat is ook wat u hoopt? Ja. Ja, Marijnissen natuurlijk, hè. Ja, dat is zijn eigen club, dus zo gek is dat niet. En wie denkt u dat het wordt? Persoonlijk denk ik dat de dame van de VVD wel eens een goede kansmaker is. Maar daar zou ik op zich ook vrede mee hebben, hoor. En niet Frans Brusselmans? Nee, alsjeblieft niet die man. Die moet gewoon in de Efteling gaan zitten. Daar past hij beter op zijn plaats.
Na volgende week weten we dus meer, maar dan moeten we natuurlijk wel massaal gaan stemmen. En om de weg naar het stemlokaal wat aantrekkelijker te maken, organiseert Heemkundekring Pogus Balgooi ieder jaar een tentoonstelling bij het stemlokaal met een typisch Balgoois onderwerp. Vanwege de beperkte ruimte in het dorpshuis zal het dit jaar gaan om een zogenaamd biljarttafel-expo. Vroeger hadden wij het hele dorpshuis tot op beschikking, de grote zaal. Ik kon het flink uitpakken. We hadden op een gegeven moment een enorme tentoonstelling met de Schelde schilderij uit het Zuiderzeemuseum. En mochten we één dag komen halen, kregen we handschoentjes bij met instructies hoe we het moesten aanpakken. En dan moesten we de volgende dag weer terug. Maar die luxe hebben we niet meer. Want nu zit daar het stemlokaal in de grote zaal. En wij moeten dus of het kleine vergaderzaaltje pakken of de voorhal. Dus het is een beetje behelpen. We zijn luxe gewend, maar we hebben hele mooie dingen gehad. Het heeft er ook mee te maken, we hebben een beperkte expositieruimte. Het komt erop neer dat we het op een biljet kwijt moeten kunnen. En om het biljet nog kunnen we nog wat zetten en dan moeten we het mee doen. Dus het is ook niet zo dat je meters kunt maken om een tentoonstelling te maken. Dus het is een vrij klein opgezette actuele gebeurtenis uit Balgooi die we tentoonstellen. Het onderwerp van de verkiezingsexpositie volgende week blijft nog even een verrassing. Nou, dat is altijd een verrassing, want we hebben een archiefkast in het gemeenschapshuis zitten. En daar halen we altijd onderwerpen uit. En het kan goed zijn, vanavond gaan we kijken. En dan, We hebben gehad Balgooise koppen. We hebben bedrijven uit Balgooi gehad. We hebben verenigingen uit Balgooi gehad. De natuur in Balgooi, de seizoenen in Balgooi. Noem maar op, er is heel veel te doen. De tentoonstelling volgende week is niet de eerste die de Heemkundekring organiseert. We zijn er ooit mee begonnen omdat een lid van ons, die wilde in de gemeenteraad van Wijchen komen. En om te promoten heb ik toen een tentoonstelling georganiseerd over iets Balgoois. Er komen mensen op af. Nou, hij is toen met heel veel stemmen gekozen inderdaad. Dus het werkt wel. En toen hebben we besloten om het 4 jaar later weer te doen. En dat werkt gewoon. Hè. De mensen vinden het gezellig en ze steken wat op. En ook je krijgt natuurlijk ook discussies over wat heb jij gestemd en waarom niet of waarom wel. Dus wat dat betreft is het vaak heel levendig geheel daarna en gezellig. Voorlopig zijn ze nog niet van plan te stoppen met de verkiezingsexposities. Nou, dat kun je wel een traditie noemen. Ja, we doen het ondertussen bijna vrijwel zeker bij elke verkiezing. Vanaf 2004 zijn het. Vanaf de 4 jaar. Dus dan ben je toch al 16, 17 jaar verder. Mag het wel een traditie noemen, ja. Ja, het is vandaag lang droog gebleven, maar inmiddels trekken er toch tal van buien over de regio. Vannacht zullen deze een aantal wel afnemen en komt het niet verder af dan een graad of 8. Morgen lijkt een prima dag te worden. Een enkele bui is niet uitgesloten, maar veel last zullen we daar niet van hebben. Temperatuur morgen komt uit op een graad of 12. De dagen erna blijft de kans op een bui bestaan, maar zal het grotendeels wel droog blijven. Donderdag gaat gepaard met veel bewolking. Vrijdag laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur loopt iets verder terug naar zo'n 7 graden op vrijdag. En tot zover het RN7 regionieuws van dinsdag 14 november. Nu op RN7 kun je weer kijken naar de Nijmeegse Kennis en de Beep Boys. En vanavond tussen 9 en 11 zijn de heren van het Studentenhuis weer live op radio en tv. En morgen zijn we weer bij je terug met het laatste nieuws. Dus ik zeg graag tot dan!